Hey Melissa, ik zie daar achter jou alcohol staan. Ben je dan zo iemand? Absoluut niet. Het is puur voor de sier. De sier, Nes. Het is hier, oké. Zeg, wij zijn bezig met een trajectje dat jij eigenlijk aangevraagd hebt om heel persoonlijk te werk te gaan. Kun je daar iets over zeggen, hoe dat begonnen was? Nou, ik heb een van jou of twee van jouw boeken gelezen. Zinzoekers. En nog eentje. Ik ben even de naam kwijt. Maar Fout. maakt niet uit. Dat was vooral voor mij belangrijk. En eigenlijk via LinkedIn heb ik bedacht, hè, Rudy kan mij helpen op dit gebied. Want ik was al heel lang op zoek naar een opleiding die past bij mijn vraag op het gebied van hoe kan ik organisaties nog beter helpen ontwikkelen, veranderen. En ik was echt op zoek naar een goede opleiding. En elke opleiding heeft standaard methodieken. En ik ben echt een autodidact. En super nieuwsgierig, maar ik heb wel sturing nodig. En die vind ik bij jou. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat ik in mijn soort van autodidactische manier van leren bij jou juist echt gecureerd sturing krijg. Ja, en we koppelen dat ook aan een nieuwe branding dat je doet, hè? Ja, sturing, duiding waar ik mee bezig ben, begrijpen waar de inhoud ligt. Branding, als in wat breng ik echt, wat ga ik brengen. En ook praktisch de diensten die ik ga leveren. Ja. Heel fijn. Ik vind dat we heel mooi samenwerken daarin. Ik doe het ook graag met jou. Ja, nou, insgelijks. Ik vind het heel leuk. En vooral vanuit België en Amsterdam, zo de connectie Dat ook. Voilà. die heel natuurlijk komt op de een of andere manier. Ja, dat is waar. Dank u. Ja, geen dank.